Goedemorgen, wij zijn net wakker. Ik heb Dylan naar school toegebracht en Chris is ook net naar zijn werk toe. En ik zit nu hier met de meisjes. Lily is een lekkere boterham met pindakaas aan het eten. Hallo prinses. Voegt je buiten, hè? Ja. En hier hebben we lieve Amy. Hallo. Ja, die is mooi, hè? Lieve Amy. Ga je het vertellen? Ga je het vertellen, meisje? Krulletjes heb je nou, hé. Hey. Het is warm, hè, schat. Het is ook zo warm. Het is warm. Ik heb lekker de deur opengezet. Ik kan het een beetje lekker doorwaaien. Ondertussen is het hier nu 24 graden, ze gaan een beetje afkoelen. Boven staat alles open. Hè? Straks bij de vogeltjes de deur open. Nou, wij gaan even lekker een boterham eten. En dan zijn we er straks weer. Zeg maar tot straks. Zeg maar tot straks. Lily, tot straks. Ja, dan kan die brood in de speen, toch? Amy drinkt even een flesje. Hè? En jij dorst, hè, meis? Je kan ook niet anders met die warmte, hè, lieverd. Hey. En Amy heeft hier een hele schattige bijtring van Sophie. De giraf. Die is mooi, hè? Dat is de bijtring van Sophie de giraf. Wauw, die heb je gekregen, hè? Van Anke en Adriaan, met de kraamvisite. Die is mooi, hè? Kan je bijten voor de tandjes. Ja, doe even lekker drinken. Lekker drinken. Ik heb net Lily op bed gelegd. Ik kan ze even lekker slapen. Ik was ook heel erg moe. Ik denk dat we allemaal niet zo goed slapen met die hitte. Dus iedereen hier is hier een beetje moe. Maar, dus die ligt even lekker te slapen. En Amy gaat dus even lekker drinken. En ik ga eventjes een lekker kopje koffie voor mezelf maken. Want ik heb nog geen koffie of ook misschien ook een beetje wakker. Dus lekker kopje koffie. En dan pak ik nog even een lekker boterhammetje erbij. En dan ga ik nog even een beetje editen. Dus dat gaan we even doen. En dan zien jullie ons straks weer. We zijn weer lekker terug. Dylan is weer school, jongen. Met je coole shirt, hé. Had je van open oma, hè? Ja. Ja. Wat ga je hier doen? Naar buiten. Ja, want jouw vriendje was buiten, hè? Die kon maar eventjes spelen, zei hij. Ja, maar ik vind ook... het is beter dan... niks. Dylan zegt daar. Lily zegt daar. Het is beter. Is beter als niks. Nee, dan komt straks misschien wel een ander vriendje, hè? Ja. Nou. Veel plezier, lieverd. Tot straks. Tot straks. Hallo, zeg jij weer dag? Nee, het is niet dag. Zeg allemaal hallo. Wij gaan een lekkere boterham eten en ik gooi gewoon mijn spelen daar op de grond. Toch? Oh. Mam, kom je pakken. Had je dorst? Zal ik een broodje erop gaan doen? Kijk, mam heeft hier lekkere broodjes. Gaan we die maken? Zeg maar, wij gaan even lekker eten. Amy zit hier. Yes. Die. Popske. Jij hebt een giraf, hè? Hey. Ik heb het. Oh, Lily heeft een broodje. Ik ga snel een boterhammetje voor Lily maken. En voor mezelf ook. Zeg maar tot straks. Smakelijk eten. Wat ben je aan het doen? Ja, en een hapje. Neem een hap. Goed zo. Ja, goed zo, lieverd. Grote meid, hé, hey, goed zo. Ja, dat is toch ook wel erg interessant, hè? Ja. Wat is dat dan? Pindakaasje. Die. Goed zo. Lekker drinken. Schatje. Had je dorst, meisje? Het is ook zo warm, hè? Het is een beetje benauwd, dus het is niet warm. Het is een beetje benauwd. Zo van, wat moeten we van haar aandoen, hè? Ja. Doe maar happen, lieverd. Ja, daar zit de pindakaas. Neem je een hapje? Neem maar een hap. Hap, hap.
Ja, pindakaasjop. Lekker? Oh, ja, je pindakaas. Zo. En weer 4 aardbeidjes. Met de moesten. Lekker. Oh, zoveel lekkerder nog als uit de winkel. Nou, even kijken wat Dina aan het doen is. Maar net was een vriendje, was, die moest weg. Even kijken, daar had ze een stopkruid meegenomen. Zo te zien is hij niet hiervoor. Ik denk wel lekker om de hoek. Dylan mag hiervoor. Een stukje om de hoek. Nou, die is lekker om de hoek. Nou, dan zien we hem, zien we hem straks weer. Zo. Jullie zitten lekker even hier in de box. We zitten lekker aan het bouwen. Met wat rozijntjes. Oh, lekker hè? Nee. En Amy is daar. Lekker aan het drinken. En ik ga eventjes de vogeltje eten geven. Hè? Ja. Heel goed, Lily? Hi, meisje. Ja, zebra. Zijn beestje. Zebra. Dat is een troll. Van vroeger, van David de Kabouter. En daar is een poppetje, een doekje, een tuttendoekje. Ja! Ga je bouwen, prinses? Oh, kom je me laten zien dan. Hi, knapperd. Hi, hallo. Mooi schat. Hi, prinses. Hoi, hopje, Betsy. Hi. Hi, liefie. Die? Ja, dat is een mooi boekje, hè? Mama gaat even jouw boksgeleed in de was doen. Hè? Tot zo, Lily. Dylan heeft lekker buiten gespeeld, hè? Knapperd. Ja. Je hebt wel gemaakt, hè? Ja, nou. Een rondje. Oh. En ik heb een lijntje gemaakt. En daar kan ik dan mee uitlaten. Je verzint het toch allemaal, jongen? Je hebt een grote fantasie, hè? Ja. Toch? Van alles kan ik wel wat knutselen. Ja, precies. Dan kan je hem losmaken. Dan heb je zo'n gezichtje. Oh ja, daar. Ja, dat is cool. En dan is dit de lijn. En dan kan je hier zo vasthouden. Dan zit hier het hondje vast. En dan kan je hem zo laten. En ik heb een uitlating. En ik heb een huisje gemaakt. Liefje, mijn mama is even ook met het eten bezig. Oké, zullen we straks even naar het huisje kijken? Ja. Yeah. Want dan moeten we straks ook nog even naar de kroppen sla kijken. Want had papa verteld op de vlog dat papa gisteravond 2 kroppen sla had geplukt. Yeah. En die had even in de schuur gelegd. Ik heb net gekeken, maar dan moeten we nog even vullen. Maar goed? Yeah. Ja. Ja? Lily zit even lekker hier. Oh, ja, daar ligt een blokje. Dat is er niet erg. Kijk eens. Alsjeblieft, we gaan zo lekker eten. Oh ja, nou, als je hem dan weer op de grond gooit, ja. Amy zit lekker daar. En wat eten. Dylan gaat even de hond eten en drinken geven. Moet ook gebeuren, hè? Nee. Hi, Amy. Hallo. Hond doet het zelf, maar ik ga hem aan de lijn. Nou. Ja, doe je de maskerat. Tot zo. Tot zo, jongen. Ik ga even lekker verder met koken. Ik ben wat kruidjes aan het bakken. Riefkoekjes, witte bonen en tomatensaus en wat falafel. En Chris die staat voor de deur. Ik wou zeggen, die komt bijna thuis. Soms na te schrikken. Hey! Hey! Ik zei net, Chris komt zo thuis. Daar is mijn schat al. Kijk, het is niet te geloven. Chris heeft zijn brood opgegeten. Ja, dat kan, mag het ook echt gezegd worden, hè? Ja. Ja. Nou, ga jij maar naar de toilet. Ik rij ervan. Zoveel drink. Nou, dus ik ga even verder met koken en dan kunnen we zo lekker eten. En dan gaan we straks, jullie zullen denken alweer, wij gaan straks naar het tuincentrum. Want je heeft gedronken en gegeten. Nou, hartstikke fijn, jongen. Want de gekko's
alle drie de vrouwtjes zijn hier in het zonnebaden. Zijn waarschijnlijk allemaal zwanger. En dan willen ze graag zo'n wetbox, zoals deze. Willen ze graag hebben met een beetje nat mos. Maar ons mos is op. Op een gegeven moment is het natuurlijk een beetje vies en zo, dus dan gooien we het weg. Dus wij moeten nieuw mos halen, dus dat gaan we straks even bij het tuincentrum om halen. Dus dan, ja, dan nemen we jullie mee. Dus nou, ik zeg voor als jullie ook nog gaan eten, smakelijk eten. Ja. Wij gaan lekker eten. Zeg jij weer dag. En dan zien jullie ons straks weer. Tot straks. Lily denkt, papa en mama hebben een zakje chips hier vergeten. Er zit niks meer in. Ze pakt dus ze denkt, yes! Ja, met die steen gemaakt, hè? Voor de schuur, joh. Ja, dat weet ik. Oh. Lily dacht, schat. Lily dacht, yes, ik heb zak chips van. Ik kom jullie lekker zitten, want ik ga het eten nu op tafel zetten. Wel mooi. Wow. Kom lekker eten nou, goed? Nou, ik ga het eten op tafel zetten. Zo, we zitten weer in de auto, Dylan. Ja. Vertel eens even waar we naartoe gaan. Naar het tuincentrum. Wat gaan we doen? Iets kopen. Voor de? Gekko's. Nieuw mos, hè? Ja. Mos toch, schat? Ja. Ja. Soort mos. Een soort mos. In de wetbox. Ja, nou, ik heb gezegd. Kunnen ze daar lekker inleggen, hè? Ja. De eitjes, eieren inleggen. Lily heeft de pop meegenomen, hè? Je gaat het poppetje slapen. Vroeger hebben we ook die eieren uit. Nee. Amy is daar. Even instellen. Amy! Ga je met de gordel aan het spelen? Ik heb deze Pokémon kaart. Oh, die is cool, hè? Die is 90 HP. Dat staat hier zo boven. Ja. Boven mijn vinger. Is goed, hè? Is goed, toch? Ja. Ja. Omdat die ook 90 HP heeft. Ja. En ik spaar deze sterren. Spaar je die sterren? Ja. We zijn er bijna. Tuincentrum. We zijn er. Gaan we wandelen? Gaan we naar de bloemetjes kijken? Dan komen we langs. Wat zeg je? Dit is 90. We gaan de wagen pakken. En de ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Ja? Zo, we zijn weer bij het tuincentrum. Gezellig. Iedereen is gezellig. Kijken waar iedereen is. Hey. Daar zijn ze. Hang een tuintje. 12,99. Ja, mooi. Mama, moet je nog even een nieuwe hangers halen voor de schudding, hè? Ja, van die bakken. Of die hangdingen toch? Ja, van die bakken. Die kun je op de reling doen. Mama. Ja, je kunt ook hangdingen doen. Ja, kan ook. Die kan ook, ja. Konijntjes toe. Mooi, hè? Dan komen ze ook zelf langs. Vind ik leuk. Potten. Genoeg hangers. Alles staat in bloei. En net groei. En snoei. Oh, ruik. Pokom. Het ruikt niet naar regen, Lenny. Het is hier regen. Ja. We zijn nog een tijdje tot de kant op. En mijn. Want ik heb er ook een. Toch? Mm-hmm. Wow,
ze kunnen super dik worden. Ja, maar dat zijn pepertjes, lievertje. Waar je nou naar kijkt. Deze. Deze. Dat zijn pepertjes, lieverd. Oh, die andere zijn ook pepertjes. Oh, ze staan ergens anders, denk ik. Aardbeien, man. Goed, kind. Nee, maar gewoon naar kijken. Ja, we hebben ja, dat is hetzelfde eigenlijk, hè? Ja, ja. Deze heeft. Je kunt zelf je aardbeienplant ook in een hangpot zetten. Mm. Dat is hetzelfde. Ik kan ze niet zien in hangen. Kom maar liever. Ja. Vogels. Kleine konijn. Een Vlaamse reus, jongen. Sorry. Ja, ik heb een uitgekozen. Ja, je hebt mij, ik dacht ik nog een handje. Mama, die heeft baby's. De muis is daarachter, ja. Oh. Babytjes. Oh, kijk nou. Oh, jammer dat ze niet. Jammer dat ze niet. Ze zijn zo schattig, hè? Hey, hallo. Niet tegenaan, dat hoort heel hard. Kijk op baby's. Oh, oh. Ze kunnen aaien. Mijn lieverd. Jella, niet tegenaan. Vlaamse reus, groot konijnensoort. Terrarium substraat. Nee, die had je nou weer tot gezien. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Dit geworden. Het is niet helemaal wat we voor ogen hadden, maar het is beter dan niks. Een beetje hetzelfde weer, toch? Ja, je kunt het vochtig houden, dus ja. Nou, we laten het straks wel zien. €2,50.
Dat is toch ongelooflijk? Oftewel, it's amazing. De roos van Jericho was eerst helemaal groen. En nou, ongeveer 25 centimeter bij 25 centimeter. We hebben hem wel laten zien een paar dagen geleden. En ja, ja, een paar dagen geleden hebben we hem natuurlijk ook gezien. Maar nu is hij nog... Kijk, grappig. Zo kreeg je hem ongeveer, toch? Of niet? Ja, zo kreeg je hem ongeveer inderdaad, ja. Hier zie je ook de, aan de onderkant de worteltjes, zeg maar, die... hier zo, oh, waar dit water mee opzuigt en open popt, open klapt, deze ook. En zo liggen ze dus in de woestijn volgens internet. Echt, echt apart. Onsterfelijke plant, de roos van Jericho. Daar heb ik er maar niet over uitgepraat.